Hier in het atelier is het een geweldige grote bende. Heeft allemaal nog te maken met de verbouwing waar ik mee bezig ben geweest. En hier ga ik vandaag een beetje orde op zaken stellen. Om morgen fris en vrolijk weer te kunnen beginnen aan al achterstallig werk wat hier is blijven liggen. Nou, hier in de tuin ligt ook nog wel het een en ander aan werk. Dat is ook allemaal blijven liggen de afgelopen tijd. Daar kan ik ook eens aan gaan beginnen. De tuin winter klaarmaken, roggen inzaaien voor het komend seizoen. En verder de tuin helemaal winter klaarmaken. De kas voor wat er nog over is. En waar mijn huisdier is, ik heb geen flauw idee. Die is op jacht. En die loopt hier overal rond, over de weilanden en weet ik waar. Die legt kilometers af, hè, zo'n beest. Maar ik kan er nou nergens vinden. Meestal duikt ze wel ergens op, maar nu niet. Maar ze is nooit zo heel erg lang weg, want hier staan haar hapjes. En deze zijn een beetje oud, dus jij moet weer nieuwe krijgen, hè? En er zit weer een balletje in je vacht. Zo, balletje eruit. Hup. Oh. Lekker knorren, hè? Nou, ik zal je eens even hapjes geven. Zo'n lekker relaxed dagje. Vuur maken voor de lunch. Lekker eten. En zometeen ga ik naar Pot en daarna ga ik naar vrienden in Nieuwvliet, West-Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben nu op weg naar Pot in Aksel, waar ik een afspraak heb met Brenda. Op een tal van schilderzaken. En ik laat je ook nog even wat zien van Pot zelf. Ja, kunst- en designpaleis hier in Aksel. En voor ik naar Brenda loop, laat ik je eerst nog even wat zien. Voilà. Dit is een werk van Marianne Verdonk. Die is vandaag jarig. En dit moet je echt zien in een interieur. En dit is echt een mega grote plek waar je terecht kunt voor kunst en design. Woninginrichting van het hoogste level. Dat kun je ook wel een beetje zien aan de prijskaartjes, maar zo komen we in de gallery bij Brenda. En Brenda die heeft een heerlijke koffie voor mij meegezet met een zalig chocolaatje. Je zou denken een echte Willink, maar het is een echte Geert-Jan Jansen. En wil je Willink ontmoeten, dat kan. Even verderop zie je weer een echte klei. Zo, dit was Pot. Genieten. Dit is echt een het kunst- en designpaleis van Zeeuws-Vlaanderen. We komen nu uit bij de boerderij van Vaartwijk. Dit is die beroemde boerderij die ik laatst geschilderd heb. Prachtige mooie plek met zo'n mooi klokkentorentje bovenin. En van Pot uit ben ik nou weer onderweg richting Nieuwvliet naar de kust. Daar zitten Tineke en Arie Kornegoor die daar een huisje hebben vlak aan het strand. En zij komen uit Neede, Gelderse Achterhoek. Dat zijn degenen die het Sinterklaasmuseum bestieren. En ik ken hun natuurlijk ook vanuit de Sinterklaas community. En het is op hun uitnodiging ben ik even onderweg en ik heb er zin in. Het is vandaag ook echt een dag om daar naartoe te gaan en even gezellig bij te kletsen. Er binnendoor, daar ben ik van al die toeristen af. Het stikt hier nog steeds van de toeristen. Het is echt een wereldje apart hier. Ja, hoi!
Daar zijn wij dan. Ah, gezellig. Ik maak gelijk. Geweldig. Dit was echt een supergezellig feestje. Heerlijk bij ze kunnen kletsen. En nu ga ik weer terug richting huis, richting de poes. Dit is het mooie van binnendoor naar huis rijden. Dan zie je nog eens wat. Het is hier overal even prachtig landelijk. En voor de goede orde ga ik nog even langs Frans. Daar kom ik langs op de terugweg. Voor het weekendje SNG. Frans werd weer heel erg gezellig. Dus voor je het weet ben je weer laat onderweg en is het alweer donker.